Kleinschalige goudwinningsactiviteiten worden ontplooid dicht bij de kleine hulpdammen rond het Brokopondo-Stuwmeer. Om die hulpdammen te beschermen heeft de commissie Ordening Goudsector Suriname vandaag een auto gedoneerd gekregen van Staatsolie. Het gevaar is dat indien er schade wordt aangericht aan de hulpdammen, het overtollig water terechtkomt in het Stuwmeer. En dit heeft dan als gevolg dat het district Brokopondo blank komt te staan. Doordat wij een samenwerking hebben met OGS, zij doen dus de beveiligingswerkzaamheden, is het wel goed dat ze ook goed equipped zijn. En op het moment dat je ook hun tegemoet kan komen, dan heb je een win-win situatie. En in die win-win situatie maak je dus gebruik van de gelegenheid om OGS een voertuig te geven, waardoor ze dus goed equipped zijn. Ze kunnen dus daar patrouilleren en alles daar in de gaten houden. En dan kunnen wij hier in Paramaribo ook rustig slapen. Want dan weet je van er is controle en die mensen die daar bezig zijn, die worden dan daar weggehaald. Zodat je dus geen problemen hebt met de hulpdammen. Het is zeer belangrijk, want men ziet dat gevaar daarvan niet, dat je dus het moment dat die hulpdammen verzwakt worden, dan kan dat water doorgaan en een klein straaltje door zo'n hulpdam kan de hele dam doen kapot gaan. En dat willen wij niet. Wilson Balansi, de general manager van de commissie Ordening Goudsector, is zeer ingenomen met de donatie. Echter, hij benadrukt dat er meer equipment nodig is om de controlewerkzaamheden uit te voeren. Voertuigen, drones, boten, ATV's. Ja, dat is zo'n beetje. En niet te vergeten het administratiegedeelte. Dus dan daarom is het ook. Dus jullie hebben genoeg human resource, genoeg manschappen, maar het logistiek gedeelte, daar schort er een beetje aan. Voor om terug te komen op manschappen, er zijn manschappen, maar als we het heel achterland van Suriname moeten bemannen, dan hebben we nog best wel nog meer mensen nodig. Dan praat ik over meer gespecialiseerde eenheden, zoals militairen, brandweer, KPA, KPS enzovoort. Ja.